Hey, goeiedag. Een koopman op pad met koopman. Ja, dat had je niet gedacht, hè? Je bent er weer. Je doet het weer en weer gaat weer. Nou, leek mij zo mooi om me dan eens een keer te denken van... Er zit altijd een die heeft mij een paar keer vervangen. Die zit achter de camera. En die heeft een bloedhekel aan hem voor de camera. Zo. Nou, wat is er nou mooier om zo'n ene te vragen? Ik vind dat wel mooi. En ik hoop dat hij nog een beetje metwerkt, want met hem denk over een poosje hebben we de kerstshow weer, hè? En de kerstshow dit jaar die wordt heel mooi. En dat moet je zo breed mogelijk vertellen. Als een baby met zit, 1 miljoen luisteraars. Nou weet ik wel dat dat een utopie is, maar als ik het niet vraag, krijg ik het niet. Roelof. Peter, goeiedag kerel. Roelof, jongen. Hey, is er? Droom hey, lekker is verder. Er? Droom lekker verder, man. Wat dan? Of zitten we helemaal 1,5 miljoen? Overdreem is ook al vaak, dat kun je wel, of niet? Nee. Nee, daar heb ik nooit meer. Ik heb gisteravond meneer Derksen gekeken. Onze snorremans. Onze snorremans. Ja. En ja, die dat onder de miljoen de mond niet los. Ik denk, nou, wat ben ik nog minder dan die snorremans dan? Ja, nee, niks. Helemaal niks. Maar je hebt salaris ook niet, wat hij vind ik ook niet trouwens. Maar ik denk dat wij er samen wel voor in de wereld. Zij hebt geen salaris. Wat dan? Zij heeft gewoon een gigantisch roem inkomen. Oh. Ja, want ik bedoel, Peter, eerlijk is eerlijk. Lullen achter een tafel, die kunnen een heleboel te meesten. Ja, dat kunnen wij ook. Kunnen een heleboel te meesten. Jawel. En dan leveren geen arbeid. Ja, het ligt er aan wat je arbeid vindt. Ja, nou ja, de montagemakers en de filmmakers, die hebben er meer werk mee. Dan degene die aan de tafel zit. Dan degene die aan de tafel zit. Die ja. Doet niet zo moeilijk. Nee, die hebt het lichtste. Ja. Nou ja, dan gaan we naar die kerstshow toe, ja. Peter. Maar wie zit er dit jaar in die kerstshow? Dat is Wim Drenten, de andere kant van het kanaal zeggen wij altijd, de krimpkoppie. De krimpkoppie vandaan, hè? Ja. En wat het succes van Wim eigenlijk is dat hij in het dialect zingt. Kijk, en dat bent er eigenlijk niet zoveel. Nee. En hij schrijft de liedjes zelf, het is eigenlijk, is het een allrounder. Het is een singer-songwriter, zoals we dat in de moderne taal noemen. Ja, ik weet het, uit de chocoladeletters kreeg hij boekzeden. Ja, nee jongen, dat is allemaal rust hooggegrepen, jongens. Maar toch, hij is singer-songwriter. Ja. En ik hoorde dat hij zo af en toe echt wel hele mooie singeltjes heeft. Nou, sterker nog, hij heeft ons beloofd dat hij met een primeur kwam. Op dat moment hebben wij een primeur. Want wij zien het nieuwste liedje. Dat is het eerste te horen en te zien via Koopman op pad. De kerstshow dit jaar. Ja. Dat giet heel wat stof toen op einde. Hè? Ja, dat maar dat, van, eigenlijk nou al. Eigenlijk ben we er al een klein beetje mee bezig. Ja. Om de boel een beetje in de stemming te brengen. Ja, maar ook technisch gezien de boel al een beetje voorbereid enzovoort.